Hi guys, hoe is het? Ik heb de vraag gekregen, Rumi, hoe ga je om met innerlijke kracht? Hoe stuur je het aan op momenten van pijn of momenten van confrontatie, van problemen die zo onoverwinnelijk lijken? Kijk, perceptie is sowieso het allerbelangrijkste. Als eerste is het belangrijk om na te gaan of jezelf als slachtoffer ziet. Want als jij constant denkt dat wat voor probleem dat ook zich voordoet in je leven, in staat is jou te overwinnen of in staat is jou in een bepaalde klem te houden, dan ga je onbewust dienovereenkomstig ook zo gedragen, omdat je het eigenlijk al hebt opgegeven. Dus de kunst is dus daarom om zodanig daarmee om te gaan, dat je dan alvast weet, al heb je het nog niet ervaren, dat er een kracht door je heen stroomt. Oké, maar hoe herken je die kracht? Het feit dat je elke dag kan opstaan, lopen, bewegen, overwegen, besluiten kan maken, ja of nee kan zeggen tegen een bepaalde situatie, geeft al aan dat er een bepaalde kracht door jou stroomt. Het is een energie dat jou constant in leven houdt voor een bepaald aantal jaar. Het probleem is, we hebben nooit geleerd de kracht van deze energie te kunnen aanwenden. Onthoud ook dat jij jouw gedachten niet kiest. Onze gedachten kiezen ons, dus jouw gedachten kiezen jou. En het feit dat een gedachte jou kiest en jij daarop aansluitend een bepaalde handeling gaat verrichten, geeft aan dat er leven door je stroomt, want anders zou je ook geen levensbeweging hebben. Het geeft ook aan dat het een bepaald doel heeft. Het geeft ook aan dat het aanstuurt, want de handelingen die je verricht hebben een bepaalde intentie. Er schuilt een bepaalde wil achter, vooral wanneer het bewust is. Dus dat wil zeggen dat het moment dat jij kracht en techniek hebt en richting kan geven aan jezelf, vanuit jezelf, wil het zeggen dat elk probleem dat zich voordoet in jouw leven te overwinnen is. We moeten dan ook bedenken dat een moment dat een probleem zich voordoet in ons leven, het moment is aangekomen dat het leven ons laat zien van kijk, je bent een mens met een beperkt verstand, maar kijk hoe ik jou, via jou of via anderen, een oplossing laat zien op een moment waarbij jij dacht, hé, dit is niet op te lossen. En dat is die taal die wij niet begrijpen. We kunnen dat niet met woorden omschrijven. We kunnen niet verklaren hoe het heelal in principe werkt en te werk gaat. Maar dit soort momenten van pijn of verwarring of wanneer problemen zich voordoen, zijn de momenten waarop onze innerlijke kracht naar buiten komt. Je draagt zelf ook bij aan je innerlijke kracht door niet tegen jezelf in te gaan. Probeer aan te voelen wat maakt dat je goed voelt door iets of dat je lekker voelt. Daarmee bedoel ik niet iets aards, dus niet bijvoorbeeld lekker eten of dat speciaal. Probeer aan te voelen dat je in een bepaalde flow gaat waarbij je geen twijfel hebt of onzeker bent of onrustig van wordt, maar dat je in een bepaalde situatie van rust verkeert en voldoening. Probeer dus daarom te luisteren naar je eigen flow. Naar wat je voelt. Wil ik dit niet op dit moment? Dan stop ik meteen. Hey, moet ik dat doen? Dan doe ik het meteen. Wat is dat gevoel dat ik erbij kreeg? Geeft het me voldoening? Voel ik me prettiger door? En dit gaat natuurlijk om handelingen waarbij je geen geweld verricht naar anderen. Op die manier voed je geest en dan gaat je geest je teruggeven. Als je voelt dat je dingen met tegenzin te veel doet, dan moet je stoppen. Want je bent bezig je eigen geest af te breken. Je geest geeft je aan dat je geest niet daar wil zijn. Als je in een situatie of relatie bent dat constant pijnlijk is, waarbij je constant neergehaald wordt, of dat er constant lelijke dingen tegen je gezegd worden, dan ben je bezig tegen jezelf in te gaan, want je houdt je energie op een plek waar het getraineerd wordt. Het wordt niet gevoed. Begin dit te doen, ook voor jezelf, en je zal zien. Wees moedig genoeg om je geest te geven wat het nodig heeft hier in het materieel gedeelte. En het gaat je vanuit het immaterieel gedeelte, het onzichtbaar gedeelte, gaat het je op wonderbare wijze voorzien. It's the law. En bedenk dus wel dat het moment
dat er zo'n obstakel zich voordoet in jouw leven via een persoon. Het niet om de persoon gaat. Probeer je niet blind te staren op de persoon die misschien gemeen tegen je doet. Of je iets in de weg legt. Of constant maar tegen jou ingaat. Het is het leven dat via de persoon jou laat zien dat je iets hebt op te lossen. Het is het leven dat jou laat zien dat jij nu een groeimoment hebt. En dit is hetgeen waar je aan moet werken. Want wanneer de persoon zodanig handelt dat het niet strookt met jouw wil, dan wil dat zeggen dat jij nog niet hebt kunnen aanleren om hetgeen wat jij niet wil, kan accepteren. En het gaat om acceptatie, want soms, vaak wanneer we iets niet willen, gaan we er tegen vechten, gaan ons ergeren. Het begint daarbij ergeren, irriteren. Daar geeft het al aan dat je nog niet op het punt bent gekomen om datgene dat jij niet wil te kunnen accepteren. Omdat je nog er tegen verzet. Maar de kunst is natuurlijk, hoe vind je een balans tussen het accepteren ervan, zonder dat je zelf erdoor laat meesleuren. Dus zonder dat jij zelf in een negatieve situatie vervalt. Hoe doe je dat? En dat is natuurlijk wel weer een ander hoofdstuk. Ik zal daarop een andere keer weer terugkomen. Maar het gaat nu even om je innerlijke kracht. Onderschat jezelf niet. Denk niet dat alle problemen die je tot nu toe hebt overwonnen, zonder jouw innerlijke kracht zijn geschied. Er worden wel altijd tools aangereikt. Ik hoop dat het een beetje wat heeft kunnen doen. En kijk uit naar de volgende video. Yes, okido, ciao ciao.